Felle discussies waren gisteren aan de orde tijdens de behandeling van het uitleveringsverdrag Serving Criminal Sentences Abroad in DNA. Op de agenda stond de behandeling van de Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Vrijwel alle lidstaten van de Organisatie van Amerikaanse Staten hebben reeds in 1993 hun goedkeuring gegeven aan het uitleveringsverdrag. Suriname is pas na 25 jaren bereid om het verdrag te ratificeren. De commissie van rapporteurs bestaat uit voorzitter Roselli Cotino en de leden Krishna Mathura, Aida Nading, Ronnie Brunswijk, Kesho Persaat Gangram Pandey, Karel Breveld en Giliano Snip. Een van de zorgpunten is een goed resocialisatiebeleid in Suriname. Volgens Cotino hebben de ex-ministers van Justitie en Politie nauwelijks hieraan gewerkt. Haar opmerking leidde tot een reactie van ABO-parlementariër Edward Belfort. Ten aanzien van resocialisatie is het ons nog steeds niet gelukt, voorzitter, om een goed doordacht resocialisatieplan ter uitvoer te brengen. We hebben een paar ministers gehad op het ministerie van Justitie en Politie. Ze hadden allemaal hun eigen visie over resocialiseren, hoe dat wel moet en hoe dat niet moet en wat beter is. Als het nou resocialiseren is of integreren is of reïntegreren is. Maar het is allemaal bij het praten gebleven, voorzitter. Ik hoor dat het niet waar is van de ex-minister hier in de zaal, maar het is bij het praten gebleven en de feiten liggen daar. Wat zijn de inzichten van het ministerie of van de minister als het gaat om het invoeren van een gedegen resocialisatieplan? Wanneer mogen we dat tegemoet zien? We hebben vaker gehoord dat vele gedetineerden recidivisten zijn. Hoe is het ministerie van plan het recidieve probleem aan te pakken en te minimaliseren? Wanneer zaken naar voren worden gebracht, moeten zaken correct zijn. Ik heb geen probleem als men wil trappen of dingen zeggen. Maar zeg de dingen correct. Er is wel degelijk, voorzitter, een resocialisatieplan in 2014 in de ballroom van Hotel Torarica. Alle relevante stakeholders waren erbij. De forensische maatschappelijke zorg voor de volwassenen. Justitiële kinderbescherming voor de jeugdigen, als ook psychologen, sociologen, waren er. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Wat is gebeurd na de regeringsformatie van 2015? De minister die zat, Dora, heeft dat... Nee, er zat geen Dora-minister hier. Dat is gebeurd. Nee, lid Belfort. Je houdt je op niveau, dat nu dus dat zo geweest. Dat is niveau, toch? Nee, of u zegt Dora. Nee. Nee. Lid Belfort. Nee. Even. Of u zegt Dora, dat weten we niet over wie het heeft. Of u zegt gewezen minister. Maar u zegt niet gewezen minister Dora, want dat bestaat in deze zaal niet. Volgens Mathura kan er nauwelijks uitvoering worden gegeven aan het verdrag, omdat er een tekort is aan middelen. Helaas merk ik, voorzitter, op basis van de realiteit, dat aan de uitvoering getwijfeld kan worden. Onze landgenoten, als ik deze conventie plaats tegen de realiteit, dan zeg ik dat onze landgenoten kijken naar verlichting, naar financiële ademruimte, naar een robuuste economie, vrij van fraude en corruptie. Een economie waar niet enkele winnen, maar waarin we met z'n allen winnen. Internationale samenwerking hebben uiteindelijk niet geresulteerd in indamming en vermindering van aanvoer van drugs. Er is zelfs een duikboot in beslag genomen. De inbeslagname van een aantal miljoenen in Nederland. De noodzaak tot versterking van onze instituten is dringend. Als onderdeel van de uitvoering. Ontmantelen van onderzoeksunits helpen niet bij aan het versterken van de internationale geloofwaardigheid in Suriname. En daarom moet goed gekeken worden naar acties die men op dat gebied ook onderneemt. VHP-parlementariër Krishna Mathura gisteren tijdens behandeling van het uitleveringsverdrag Serving Criminal Sentences Abroad. Volgens haar is Suriname nog niet klaar om dit verdrag te ratificeren vanwege zijn falend criminaliteitsbeleid.